touching warm, reaching out, touching me, touching you. The time never seems so good. I two-time Premier League champion and a two-time back-to-back champion of the world of Flying Scotsman, Gary Oké, nou tot zover de muziek. Daar drukte iemand per ongeluk op het pauzeknopje. Ach ja, dan gaan we toch gewoon lekker zingen met z'n allen. Ja, dat is het voordeel van een volle zaal. Die maken de sfeer wel. Oh, nog even ruilen. Ja, ja. Gurney had zijn spullen hier op het verkeerde tafeltje neergelegd. Ja, nou, Gary Anderson tegen Daryl Gurney. Dat klinkt als een heuse dartsklassieker. Want dat zijn natuurlijk twee spelers die al een tijdje meelopen op het hoogste niveau. En Raymond zei het zo net al even in de studio. 20 keer tegen elkaar gespeeld. Anderson won er 10, Gurney won er 9 en het werd 1 keer gelijk in de Premier League. Op tv is de balans zelfs in het voordeel van Gurney met 6 tegen 4. Dus Superchin. Hij zit misschien niet in de beste fase van zijn carrière, maar ik kan me zo voorstellen dat hij mede door dat soort cijfers hier wel met wat vertrouwen op het podium staat. En ja, bij Gary Anderson is het natuurlijk altijd maar even afvragen welke Gary Anderson op is komen dagen. Ja, dat klopt. Maar je voelt al een kleine maar aankomen bij mij. En dat is dat Anderson op de grootste toernooien met stip op nummer 1 het WK. Op het WK is hij altijd goed namelijk. Maar op de matchplay ook wel mooie resultaten neergezet, Gary Anderson. En als er dan een toernooi is waarbij ik denk... First leg, Daryl to throw first. Game on. Daar werkt hij naartoe. Daar kan hij nog wat motivatie vandaan halen. Daar stapt hij vroeg voor zijn nest uit en is het wel de matchplay. Nou, laten we het hopen. Dan krijgen we een mooie wedstrijd te zien. Tussen twee spelers met fraaie stijlen. Kijk, van Anderson weten we dat natuurlijk. Ik ben het wel met Raymond eens dat ook Gurney een soort hypnotiserend fijne stijl heeft om naar te kijken. Ja, hij heeft een mooie, lange, slanke dart met mooie gouden flights erop. En er gebeurt niet zoveel met die pijl. Hè. Het is gewoon één streep. En dat is wat er mooi aan is. En dat, ja, dat heb ik ook altijd al bij Gurney gevonden. Zeker, ja, 2017, zo 2018, die jaren dat hij echt in bloedvorm stak. Zag het allemaal heel verzorgd en goed uit. Easy one. Hij heeft overigens, valt me nu al gelijk op, we hebben pas twee beurten gehad hoor. Dus om maar even in de gaten houden, dat hij al op een aardig tempo aan het spelen is. Voor zijn doen. Gurney doel je op, ja. Ja, dit gaat toch wel een stukje sneller dan gebruikelijk. Ja. 16. Het is alweer de 14e matchplay voor Gary Anderson. 59. De grote overwinnaar in 2018. Laatste echte wapenfeit was in 2020. 140. Toen nog de finale gehaald.
Ja, destijds verloren van Dimitri van den Berg. Ja, die heeft ook wel weer zijn visitekaartje hier afgegeven. Dimitri van den Berg. Wow. 60 voor Gurney. De eerste pijl die vloog een beetje raar uit zijn hand. Daarom zit hij ook raar in het bord. Gary Requa 136. Anderson profiteert er niet van, die moet nog even wakker worden. Gary Requa 40. En he's got the first leg, Farragan. Second leg, Gary to throw first. Game on. Hij is wakker, heb ik uit de betrouwbare bron vernomen. George Noble 95. Riep een 180 af. Begint hij mooi met die 180, maar door die 41, nog een score van 100, laat hij nu geen finish over. Gurney, na 9 pijlen ook niet op een finish. Nog een single 20 om tops over te laten. 140. Fijn weggezet door Gurney, maar hij heeft niks aan. Want Anderson en Tops zijn meestal dikke vrienden. Zo ook nu. Vooralsnog is het rustig op het podium. Dat is met deze twee wel een keer anders geweest. 2018 op de Grand Prix speelden ze ook tegen elkaar. Toen was het na de wedstrijd een beetje hommeles. Anderson die dacht dat Gurney mompelde tijdens zijn beurten en dat hij een beetje langzaam naar het bord liep. Het draaide uit op nog een beetje wijzen en duwen na de wedstrijd. Ja, dat klopt, ja. Nou heeft Anderson dat wel vaker meegemaakt met verschillende tegenstanders. Hè? Ik bedoel, ja, het glas is niet half vol bij Anderson hoe hij over zijn tegenstanders denkt. Nee, dat klopt. Het gebeurt hem inderdaad vaker. 95. Gurney is ook wel een mannetje. Ja, maar is dat nog steeds zo? Vroeger had hij dat, maar ik vind dat nu wel... Ja, hij komt gewoon niet altijd in die situatie terecht natuurlijk. Maar het is wel, ja, dat heeft hij nog steeds. 131 voor Anderson, twee keer tops dus geprobeerd. 111. Zet hem op dubbel 10. Gurney vanaf 80, dubbel 10. 70. Ja. Gary Require. Hij moest er even over nadenken, maar misschien iets te lang over nagedacht. Want hij mist en Anderson mag naar diezelfde dubbel 10. En die pakt de break. Full play, Gary to throw first. Game on. Ja, het frustrerende bij Gary Anderson, althans dat heb ik, dat vind ik. Als je naar zijn stijl kijkt, het ziet er zo mooi uit. Er zijn heel veel mensen die vinden dat Gary Anderson de mooiste en de makkelijkste stijl heeft van alle spelers. Ik denk dat Lewis nog altijd wint. Misschien Michael Smith ook, maar ik ben het op zich wel mee eens. Het ziet er altijd prachtig uit. En als hij in vorm is, dan is hij zo verschrikkelijk goed. Alleen het is... Ja. 93. De motivatie. Het is, je ziet vaak al aan het begin van een toernooi, aan het begin van een wedstrijd. Ja, oké. Dus dan moet je de hele Premier League lang, daar ben ik heel eerlijk in, heb ik me daaraan zitten storen bij Gary Anderson. Hij wint wel één avond. Even één avond zijn best doen, daar lijkt het een beetje op. Het is allemaal niet zo letterlijk zoals ik het nu zeg, maar dat gevoelsmatig heb ik dat altijd bij hem.
Ik denk van man, oh man, oh man. Als je nou vol voor gaat nog een paar jaar, wat een mooie dingen je dan kan laten zien. Ja, je hebt zoiets met zo'n stijl, met zo'n talent. Ja. Probeer alles het onderste uit de kant te halen altijd. Ja, daar ben ik gewoon jaloers op. Ja, ja. Nou, voor hem, ja, het hoeft niet zo. Ja. Nou, het hoeft niet zo. Hij heeft natuurlijk prachtige dingen gedaan. Hè? Ik bedoel, nou ja, voor mij mogen er nog wel een paar hoofdstukken aan het dartsboek van Gary Anderson toegevoegd worden. Dubbel 18. Voor 3-1, dubbel 9 nog. Nee. 78. Alan Gurney en Shanghai 20. Een single, een triple en een dubbel. Die komt er niet. 88. Gary Urquhart 9. Single 1 nodig voor dubbel 4. Om de break te verzilveren, zoals dat heet. En dat laat hij liggen. 32. En dan is het geen break verzilveren voor Anderson, maar een break terugpakken. Wat Gurney hier doet. Op zijn dubbel 16. Game on. Allebei één keer 180, allebei 33% op de dubbels, allebei in de 90 qua gemiddelde. Ja, het ontloopt elkaar helemaal niks voorlopig. En net als je dat zegt, komt Gurney in ieder geval in het 180ers klassement op voorsprong. Easy one. Ja, ook een 180 voor Anderson, laat een finish. Het woord is eerst een Gurney, 126, dus we gaan naar de 19, triple 19. Zou Bullseye hebben gelaten, maar dat lukte niet. 140 voor Anderson, triple 20 en dan twee keer top, schat ik zo in. Maar ja, de triple 20 wordt al gemist. 100. Are you going 68? Dubbel 4. Twee pijlen voor Gurney om met een voorsprong die eerste pauze in te gaan. En via dubbel 2 lukt hem dat. Super Chin pakt de 3-2 en we zijn zo weer bij u terug. Ik kan hier nog uren over doorpraten, maar Gary en Gurney willen niet wachten. Dus dan gaan we toch maar terug naar Blackpool. Ja, wij hadden er ook nog graag wat te doen gehad. Dus fijn dat we het toch nog even mogen overnemen. Nou, ik vind het wel een interessant onderwerp. Wij kunnen er ook gewoon uren over door blijven praten. Ja. Gaan we niet doen, maar... Nee, maar het was inderdaad wel verrassend. Nou ja, om dan toch nog iets over te zeggen. Het is wel weer doorontwikkelen van de dartsport. Hè? Ja. Ik bedoel, volgens mij hoorde ik gisteren een van de commentatoren zeggen... er gaat een moment komen dat Peter Wright gooit met scorende pijlen. Met dus verschillende pijlen, scorende pijlen en dubbelpijlen. Ja, dit is ook zo'n dingetje. Ja, misschien is het nu gek. Misschien over een paar jaar vinden we het helemaal niet gek. Iedereen. Ik durf wel te beweren dat 3 op de 4... spelers moeten stappen op de 60, hè? Dus 20 tops. Altijd even stappen, want iets blokkeert. Ja. De flight blokkeert het zicht op de dubbel. Nou, ik zie een Gary Anderson dan niet na gaan denken van... nou, als ik hem nu even wat vlakker in de 20 gooi, dan kan ik hem er zo overheen leggen. Nou ja, je zou dus ook kunnen bedenken van... je moet ook goed genoeg zijn om hem dan misschien bijvoorbeeld wat aan de linkerkant... in de grote vak van de 20 te gooien. Of ja, je bent goed genoeg om hem dan links of rechts te kunnen plaatsen. Dat kan wat Jerry Hendrik zegt. Ah ja. Oh, slippertje van Anderson. Die wilde een 16 gooien om tops over te laten, raakt een 8. Dat maakt niet heel veel uit. Het is wel even een momentje hier voor Gurney. 7 flag down to throw first. Game on.
Hij breekt Anderson. Hij pakt zijn eigen lek. We gaan pauzeren. Hij breekt Anderson opnieuw. En dan gaat aardig door. Een derde maximale. Daar had Anderson er ook al drie van. 100. En we zijn nog niet klaar. Nee hoor. En we hebben Danny Noppert er in de vorige wedstrijd twee keer op zien aanleggen op die 141. Dat lukte niet. Nu mag Supertje het proberen. Ja, die één moest er toch nog af, zeggen wij dan altijd. Ja, precies. Nou ja, als zo doorgaat, krijgen we vanzelf een keer wat pijl op een dubbel voor een 9 darter. 100, there you go, 64. Dit is voor 5-2. Dubbel 16 voor Super Chin. 48. Tja. Het hoefde ook nog niet. Anderson stond niet in de buurt. 145. Nu iets meer. En dus is het ondertussen wel tijd voor Gurney om een keer een dubbel te raken. Dubbel 4, nog één pijl over. Ja, ja. Misses daar voor Gurney. Anderson kan profiteren als hij triple 20 raakt. Als hij de boel raakt. Ja hoor. Op de kin, op de superkin van Gurney. A flag carry to throw first. Game on. Ja, dat is toch wel even finishen voor gevorderden. Op een heel fijn moment. 98. Net als je tegenstander een aantal dubbels laat liggen, dan zo'n 100-plus finish even van het bord poetsen. Nou, hij heeft nodig ook, want scorend 92. Is hij echt below par aan het spelen voor zijn doen, ja, Gary Anderson. Zijn scorende pijlen, zijn eerste 9 pijlen, zo rond de 96. Dat is voor hem echt te laag. 97. Ook zeg maar de scorende beurten zo tussen de 130 en omhoog. Dus alles eigenlijk tot de 180 is voor zijn doen wat aan de lage kant. Het kost wat moeite allemaal bij Anderson. 139. Het golft een beetje heen en weer, want nu is het Gurney weer die in de leg van Anderson als eerste op een finish staat en mag gooien. 99. Hij zit hem diep onder de 100 weg. En dan is 160. Ja, gaat hij het weer doen? Nee. Niet weer een 100-plus finish voor de Flying Scotsman. En die had hij toch ook liever wat beter weggezet. 68 voor Gurney. Dubbel 4, 2 pijlen om 5-3 voor te komen. En weer terug te breken. Ja hoor. Die tik in de vorige leg van die 130 finish is dus blijkbaar niet zo hard aangekomen. Game on. Ninety-two. 58. 100.
Gurney is op dit moment de nummer 24 van de wereld. 100. Hij is gewoon een aardige paar plekjes gezakt de laatste zeg maar jaren. Hij was vaste gast in de top 8, toch zeker. In de periode, de 2016 tot 2019 ongeveer. Ja. Nou, het gaat ook echt wel, niet een jaartje, maar flink wat jaartjes wat minder met Gurney. Alhoewel, nou goed, de laatste Player Championship Finals nog wel een kwartfinale, hè? Eind 2021, dat nog wel. Maar het is gewoon niet goed genoeg. Ja, het is meer misschien ook de spelers om hem heen die zich doorontwikkelen en beter worden. En Gurney, ja, die blijft een beetje steken, lijkt het wel. 58. Ja, en toch zijn de meeste goede gemiddeldes zitten allemaal wat jaartjes geleden. Ondertussen moeten we maar even naar Anderson kijken. Twee keer top voor een 134 finish. Ja hoor. De leg houden is op dit moment moeilijker dan breken voor allebei de spelers. We hadden al een mooie 130 finish en nu hebben we een prachtige 134 finish. Gary to throw first. Game on. Nou, ik weet niet of Gurney hem zo mooi vond. '95. 96. Nou, hier kun je dat goed zien, dat Anderson toch gewoon vier legs is begonnen en er daar maar één van heeft weten te houden. Gurney doet het niet heel veel beter. 100. 8e van de wedstrijd, 4e voor Anderson. 84. 6 pijlen dus voor deze 165. Kalm en gecontroleerd op tops weggezet. Wordt het dan 5-5, dan gaan we weer even pauzeren en dan beginnen we een soort van overnieuw. Tops voor de Flying Scotsman en tops valt al gelijk. Het is 5-5. We beginnen dus weer helemaal overnieuw straks na de pauze. Tot straks. Dat gaan we zeker. Wie wordt de tegenstander van Danny Noppert in de tweede ronde? Dat wordt degene die... van deze twee als eerste op 10 staat. Nou goed, zo makkelijk kan het zijn. En na een eerste sessie met een hele hoop breaks... 100. Staan we gewoon gelijk. En kan er van alles gebeuren. Ja, het is een spannende wedstrijd. De spelers zijn aan elkaar gewaagd. 140. Ik heb dan wel weer het gevoel dat... Anderson, ja, weet je, zet even aan. Zijn scores zijn nog altijd niet wat we van hem gewend zijn. Zijn rapportcijfers op dat vlak vallen nog een klein beetje tegen. Finish je daarentegen is prima verzorgd bij de schot. Ja. Ik vind hem ook wakker op het podium staan. Hij let op, hij is fanatiek, hij toont wat emoties. Ziet er energiek uit, laat ik het zo zeggen. En dat is vaak ook wel een goed teken. Bij Gurney heb ik dan weer het gevoel dat het tempo langzaam met hele kleine stapjes, het valt misschien nauwelijks op, maar het tempo weer wat af begint te nemen. 140. Ja, het kan tactisch zijn. We weten dat Gurney niet
vies is af en toe van een spelletje. Ondertussen naar tops voor een 113 finish. 73, Gary Rafael 105. Ja, dat klopt wel. Als je Gary in zijn ritme verstoort, dan raakt hij geïrriteerd. En dat heeft natuurlijk een goede reden, want dan speelt hij gewoon minder. 20. Zo, nou, dat leek helemaal nergens op. Die zaten overal behalve waar ze terecht moesten komen. Dus Gurney nog een paar pijltjes over om via dubbel 20 weer op voorsprong te komen. En die pakt hij. Zij het met moeite. Nou, dat is een tijdje geleden dat hij zijn eigen lek wist te houden. Ik zit even naar de gemiddeldes te kijken. Allebei rond de 95 op dit moment. En daar zitten we toch 5 punten onder de gemiddeldes van de voorgaande 2 wedstrijden. Als je op voorhand tegen mij had gezegd, Gary Anderson tegen Daryl Gurney wordt de wedstrijd met het laagste gecombineerde gemiddelde. Had ik gedacht, nou, dan weet ik niet of dat wel zo logisch is. Nee, ja, nee. Welke dan? Welke had je dan gedacht? Gewetensvraag. de vorige, denk ik, Knopper tegen Dolan wel. Ja, denk ik ook wel. Want de volgende, want we hebben nog een 96. Potje op het programma staan. Dat is Michael Smith tegen Andrew Gilding. Ja, dan zou je denken, ah, is een makkie voor Smith. Smith zal wel goed gooien, de Gilding wel, geen flauw idee. Die is in vorm. Ja. Dat kan best wel eens een heerlijk, heerlijk potje darts gaan worden. Ja. En ook met hoge gemiddelden. 100 plus gemiddeldes en Andrew Gilding, daar komen we straks nog wel even over te spreken, denk ik. Ja, dat is goed. Laten we ons voor nu nog maar even richten op wat er hier nog allemaal gaat gebeuren. Want er zal nog genoeg gebeuren. 100. There you go, 170. The big fish voor Anderson. There you go, 172 laat hij staan, 150 voor Gurney. Ja. 72. Eén of twee pijlen op een dubbel. Dat is de vraag. Hoe? 65. Oh, dat is een tricky pijl. 15 voor Boel. Natuurlijk. Dubbele boel voor Anderson. Wat een slordige beurt was dat. Late kans aan Gurney. En het is een grote kans. Het is een kans om Anderson te breken. Om op 7-5 te komen. En dat doet hij. Dit heeft Gary Anderson compleet aan zichzelf te wijten. Ja, dat waren inderdaad een paar puddingpijlen die er tussen had zitten. En hij gaf een kans aan Super Chin. Die hem niet te vaak moet geven. 85. Maar goed, u ziet het hier ook in beeld. Wat is een break nou helemaal waard, deze wedstrijd? Want ja, Gurney gooit er nu ook weer gewoon even 22 in. Nou. 40. Wat mij dan weer opvalt, en ja, het is nou eenmaal onderwerp van gesprek. Dat gaat nog vaker gebeuren, dit toernooi. Dat is de temperatuur en de hitte en het zweten. Maar ik heb nog geen speler op dat podium zien staan met letterlijke zweetdruppels op het voorhoofd. Nee. Nou, nu zei onze collega ter plaatse, Bart Nolles, dat het wel meeviel. Ja. Met de temperaturen. Dus dat zal dan zo zijn. Ondertussen gooit Anderson 180 nummer 5. Dat zal dan zo zijn. Het zal goed vol te houden zijn voor de spelers. Maar inderdaad, normaal gesproken is dit toch het toernooi van de handdoekjes en het vegen de hele tijd. En ja, en joh, het zal sowieso wel warm zijn. Het is namelijk altijd warm op zo'n podium. Maar, nou, de extreme hitte lijkt nog mee te vallen. 110 voor Super Chin. Nog geen 100 plus finish. Ook niet in deze beurt. Anderson heeft er al 2, een 130 en een 134. Hij legt daar geen 136 bij.
En moet dan toch leidzaam gaan toezien hoe Gurney op 8-5 kan komen. En dan wordt de marge wel erg groot. En dat is precies wat er gebeurt. Tja, een gemiddelde van iets boven de 93. Scorend gemiddelde eerste 9 pijlen van iets boven de 94. Ja. Dat zijn geen cijfers waar Gary Anderson nou bekend om staat. Nee, klopt. En kijk, Gurney pakt de laatste 3 legs in 18, 17 en 17. Ja. Zegt genoeg. Zeker niet slecht. Maar het is ook zeker niet uitmuntend. Nee, en zeker inderdaad, er zat een lek bij die Anderson dus begonnen was. Die was dus binnen 18 pijlen niet uit. Ja. Dat is op dit niveau, dat is niet genoeg. Nee, 2 van die leks ook gewoon geen pijlen op een dubbel gehad. Easy five. En dus lijkt het erop, we moeten altijd voorzichtig zijn, het kan raar lopen, maar lijkt het erop dat de meeste voorspellers in de studio bij ons gelijk gaan krijgen dat Gurney deze wedstrijd winnend gaat afsluiten. En dat hij dan in de volgende ronde tegen Danny Noppert gaat spelen. Nog een triple erbij voor Gurney, laat een finish. Nee. Ja, die had hij even nodig. Hij moet er wel uit. 120 voor Anderson. Moet hij er langs zien te vrotten. Daar in die triple 20 moet hij komen. Daar ja, prachtig gemikt die pijl. Tops voor Anderson. Een schibbelstikkie. Dit is intussen om op matchpoint te komen. Gurney 118. Hij gaat een pijl op een dubbel krijgen. We gaan naar tops. 78. Nee. Gary, you require 40. Ook dat is nog wel een stukje. Daar komt Anderson er voorlopig mee weg. En zit hij nog in de wedstrijd? 15 flag, Darryl to throw first. Game on. Maar is nu toch wel het moment aangebroken dat als Anderson nog iets wil deze wedstrijd, dat hij Gurney moet gaan breken? 100. Ninety-six. 58. Ja, er zit ook niks in op de een of andere manier. Dat is, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen, maar... Nou ja, precies zoals je het zegt. Het publiek is ook een beetje stil. Is wat het is. Ja. Het is een degelijke wedstrijd, maar niet heel spectaculair. Het is wel spannend. Boel voor Gurney. 98. Ja. Anderson doet een klein kansje vanaf deze 116 om het gat nog maar 1 lek te maken. Hij gaat een pijl krijgen. We gaan naar tops. En het is een feit.
100 plus finish nummer 3. Een 116 deze keer. En daarmee wordt het 8-7 en is deze wedstrijd nog lang niet gespeeld. Easy one. Ja, met het finishpercentage bij Anderson is echt helemaal niks mis. En hij lijkt net op tijd de juiste range gevonden te hebben. Misschien dat hij dan toch precies op tijd beseft dat dit de op één na grootste major is op de kalender. Oh ja, oh ja. Blackpool, oh ja, even opletten. 133. Het is een mooie score van Gurney. Maar hij heeft er niet zoveel aan. Althans, hij heeft er geen finish aan overgehouden. Maar hij telt ook niet. Met de triple 20 had hij 170 overgelaten. Nou goed. Die triple 19 zal wel goed lopen. Hij zijn er wel goed weg. 126 voor Anderson. Triple 19. Oh, mooi pijl. Bol voor de Flying Scotsman. En 8-8. Nee. Het kan niet altijd feest zijn. Hij gooide er al 3. Er komt geen 4 erbij. Nu gaat het publiek zich ermee bemoeien. Die hebben in Anderson een favoriet. En die favoriet staat onder druk. Hoe cool is Gurney? Thank you. Heel cool. Ja, boe roepen en juichen. Het ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Kom op, Gurney. Daar mag wel wat blijdschap vanaf. Hij staat namelijk alsnog op matchpoint. God, die pijl, boel. Dat was een gouden pijl geweest van Anderson als die had gezeten. Hoe anders is het nu? Ja, want die 134 stond. Of met die 130 stond Gurney al op een dubbel. Die 116 net stond Gurney op een dubbel. Ik denk dat Kruid verschoten was aan belangrijke, pijnlijke finishes. Nou, dan beginnen ze allebei met een puddingbeurt. Past dan ook alweer bij deze wedstrijd. Het is Gurney die de triples gevonden heeft. Een blinde op dit moment. Ah, semi-blind. Hatsakee. Ja, Anderson, ja. Die gelooft het nu wel. Ik weet niet zeker of hij dat nou vervelend vindt of dat hij dat kan waarderen. Dat... Nou, dat vindt hij niet leuk. Ik vind het prachtig. Kijk. Wat een het is wel de Gurney-middag. We hebben geleerd wat een stekker is. Hè, hoe je dus een platte pijl moet gooien om de tops open te laten. En een soort van blinde 180 erbij. Dit is voor de wedstrijd. Triple 19, nee. Nog even geduld. 58. Hij mag er zo dadelijk voor terugkomen voor die 68. Want Anderson... staat met een grijns op zijn gezicht de pijlen weg te gooien. 140. Triple 20 voor dubbel 4. Oh, een 1. Dan wordt het 17. En gaat hij voor de boel of niet? Hij gaat er wel voor. Ja, oké. Het had niet hoeven. Anderson stond niet op een finish. Dus hij had hem dubbel over kunnen laten naar keuze. Nu probeert Anderson hem nog op dubbel 1 weg te zetten. Zo'n dag is het wel. Maar ja, nu heeft die Gurney toch een pijl minder op de dubbel. 25 voor Gurney. Negen en dubbel 8.
Nog één pijl daarvoor. Gurney. Mist. Gurney mist. Ja, denkt Anderson. Oké, oké. Jij met je blinde 180, hè? 2. Nee, 10 voor dubbel 16. Oké. Eén pijl dubbel 8 dan. Anderson wel. Anderson ook niet. 26. Ja, en dan laten we de pijl nog even vallen. Alsnog dubbel 8 voor Gurney. Ja, als je nog langer blijft wachten, dan gaan ze hem vanzelf wel fluiten. Ja, ja, ja. Het moet toch echt een keer gebeurd zijn. De dubbel 8 valt voor Daryl Gurney. Het was een bijzondere wedstrijd, kunnen we wel zeggen. Het was geen goede wedstrijd, absoluut niet. Maar met een aantal fraaie momenten, een paar mooie finishes van Gary Anderson. Maar toch ook wel solide en goed spel van Daryl Gurney. Hij is door naar de tweede ronde en we nemen afscheid van deze man, van Gary Anderson.